Sinterklaasjournaal. Lieve, zoete en hopelijk brave kindertjes van het Ichters College. Sinterklaas komt hier bijna in het land. Maar wij hebben helaas geen vrolijke binnenkomen voor het eerste Sinterklaasjournaal. De stoomboot van Sinterklaas is niet door de APK gekomen. De boot is slecht voor het milieu en mag daarom niet naar Nederland varen. Ook geeft de boot een stof af waardoor de pieten ziek worden. Door deze ziekte worden de pieten helemaal wit. Ze komen dus niet meer overeen met hun foto op hun paspoort en komen ze niet door de douane. Wat nu? Hoe worden de pieten beter? En hoe krijgen ze kleur? En hoe maken ze de boot weer milieuvriendelijk? We interviewen de APK-piet. Ik sta hier naast de APK-piet. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Ja, de boot die is natuurlijk al erg oud en daardoor geeft hij nu een giftige stof af waardoor alle pieten gewoon wit zijn geworden. En wanneer krijg je die kleur weer terug? Ja, dat is een goede vraag, want dit is één keer eerder gebeurd en toen duurde het 7 maanden voor we onze kleur weer terug hadden. En zoveel tijd hebben we niet meer en Nederland, we moeten al bijna naar Nederland en de aankomst komt. Rustig maar. Het komt vast goed. Ik hoop en het. Jullie zijn nu echt niet meer te herkennen, toch? Nou, kijk. Ik heb dus mijn paspoort bij me en we lijken er gewoon niet meer op. Kijk, deze is zwart en ik ben wit en we komen gewoon Nederland niet meer binnen. Ja. En hoe moet het nou met de pakjesboot dan? Ja, de pakjesboot, in principe de boot zelf, die is nog wel goed. Maar het is de brandstof waardoor deze giftige stof ontstaat. Dus iedereen die nu kijkt, denk alsjeblieft mee voor een alternatieve brandstof. Want we hebben jullie allemaal nodig voor alle kindjes die nu geen Sinterklaasavond hebben. Dat we geen pakjes kunnen brengen. We hebben jullie nodig. Jullie allemaal. Denk mee, alsjeblieft. Lieve jongens en meisjes, hoe moet dit nou? Weten jullie misschien een oplossing voor de pieten en de boot? Slaap er nog maar eens een nachtje over. Want volgende week komt hier vast en zeker meer over. En dan graag even de aandacht voor het volgende. Er is hier een misdrijf gepleegd op school met heel veel pepernoten, met heel veel ellende. En we hebben dadelijk een interview met de mogelijke verdachte. Dag meneer G. Wij hebben vernomen van Sinterklaas dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een pepernotenmisdrijf. Hoe heeft hij deze pepernoten zo kunnen mishandelen? De pepernoten die voor Sinterklaas heilig zijn. Geef alstublieft nader uitleg. Pepernoten? Ja. Dat was de schuld van Helene. Helene? Ja, uit Syrië. Helene uit Syrië? Die had de pepernoten meegenomen uit Syrië. En toen zei Helene, ga maar trakteren. Toen zei ik, oké. Oh, dus eigenlijk is meneer G niet schuldig, maar het is Helene. Ja, Piet. Sinterklaas? Maar echt waar, Piet. Dit komt in het grote boek. En Americo is roze geverfd door een feministe. Toen Stalpiet afgelopen zaterdag wat verse lekkere worteltjes aan Americo wou voeren, kwam ze tot de ontdekking dat ze roze is geverfd. De dader heeft zichzelf bij Sinterklaas aangegeven. Het was Lintjespiet. Lintjespiet vond het onterecht dat zelfs meisjes Piet heten. Net alsof alle Pieten jongens zijn. Lintjespiet heeft het voorstel gedaan om alle meisjes Pieten te veranderen naar Pietie of Pietella. Sinterklaas heeft dit voorstel in overweging genomen. Nou lieve kindertjes, wat een gedoe toch allemaal. Maar met alleen hopen kom je er niet. We hebben jullie hulp nodig. Denk allemaal aan een oplossing. En als je de beste hebt, zal Sinterklaas een extra groot cadeau voor je verzinnen. Een fijne dag. En vergeet niet, wie zoet is, krijgt lekkers.